De openbare vergadering van de Nationale Assemblee, waarbij het decreet uitgifte domeingrond en de zegelwet behandeld zouden worden, zijn gisteren verdaagd vanwege gebrek aan quorum. Vernomen wordt dat de fractie van de ABOP, Patricia Etnel van de NPS en de NDP de presidentielijst niet hebben getekend. Voor de vergadering over de conversie van gronduur naar eigendom. Een derde vergadering die ook voor gisteren was uitgeschreven, de behandeling van de rijwet, heeft wel plaatsgevonden. De VAP-fractie was echter niet aanwezig in deze vergadering. De ABOP, PL, NPS en NDP hebben dus alleen vergaderd over deze kwestie. Na een korte vergadering is de behandeling van de rijwet verdaagd naar morgen en dat is donderdag. Humphrey Dundas van de ABOP heeft vandaag voor aanvang van de Raad van Ministers aangegeven dat een mogelijke communicatiestoornis de reden is geweest dat er geen quorum is verleend voor de DNA-vergadering van gisteren. Het ging om de behandeling van de ontwerpwethoudende nadere wijziging van het decreet uitgifte domeingrond en de behandeling van de ontwerpwethoudende nadere wijziging van de zegelwet. Binnen de politieke top zijn er duidelijke afspraken. Op agenda stond, zoals we het kennen, grondconversie. En binnen de top zijn er duidelijke afspraken als het gaat dus om grondconversie. Wij als partij zeggen van er hoeft nog geen haast te geven aan de wet grondconversie. Omdat er binnen de samenleving nogal wat twijfels bestaat over de wet en onduidelijkheid bestaat over de wet. Verschillende maatschappelijke groeperingen hebben zich daarover ook geuit. Ja, zoals de PIT bijvoorbeeld. En op basis daarvan hebben we dus ook gezegd van luister, laten we het even parkeren. Laten we op een ander moment ook gaan kijken naar die wet. En dat was precies daar het signaal. En jammer dus dat het op zo'n manier een signaal gegeven moest worden. Dunne zegt dat de leiding van de partij een duidelijk standpunt heeft over grondconversie. Ten aanzien van de oproepen van de VAP en de ABOP aan leden om zich te laten registreren voor een stuk perceel, stelt Dunne dat het niet de bedoeling was om verdeeldheid te creëren. Zeker de voiceberichten van de vicepresident aan partijleden waren niet voor anderen bestemd, omdat de VP specifieke uitspraken heeft gedaan. Het blijkt echter dat ook niet-partijleden zich aanmelden. En dit wordt door de ABOP gezien als een positieve ontwikkeling. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie zegt dat er middelen beschikbaar zijn gesteld om operatie Veilig Suriname op een verhoogd tempo uit te voeren. De bewindsman zegt dat de politie zichtbaarder zal zijn. We hebben de benodigde spullen kunnen kopen. Nog niet alles hebben we kunnen kopen. Maar ik denk bijvoorbeeld dat we nog snelheidsmeters moeten aanschaffen. Dat heeft te maken met het verkeer natuurlijk. Maar de mensen die ook zich in het verkeer begeven, ook tijdens lockdown, kan ook dat ze issues hebben. Dus die dan worden dan ook meegenomen. Maar in ieder geval, de middelen hebben we. Om aan de politie te verstrekken voor de handhaving. En ten aanzien daarvan heb ik nog gisteren rapportage ontvangen van de trekkers van het project. En het gaat de goede kant op, toch? Maar er zijn natuurlijk nog steeds verrassingen. En de politie krijgt nog steeds niet alle informatie, maar de informatie die ze zelf krijgen en uitwerken. Dus daarop wordt er wel ingespeeld. Er zal ook veel aandacht besteed worden aan de bestrijding van de zware criminaliteit in de districten. De minister zegt dat er geen onaangename verrassingen geaccepteerd zullen worden door de autoriteiten. De politie is natuurlijk bezig. De politie is bezig daarmee. Kijk, we kunnen net wat ik zei, er zijn erupties, toch? En soms hebben we 2 beroevingen, soms 3 beroevingen, soms 5. We willen geen 5 en dergelijke. Toch? Dat willen we niet.
En ik heb ook aangegeven vanmorgen nog weer een verrassing dat er bijvoorbeeld op Atjoni eigenlijk een soortgelijke beroving als een paar weken terug op Kasipora, collega, zijn er hier geen doden gevallen. Maar ik heb vanmorgen nog daarover gesproken met de korpsleiding. Amoxie wil geen uitspraken doen over het feest dat is gehouden in verband met de jaardag van de president. Hij wil het houden op de reactie die het staatshoofd heeft gegeven in een radioprogramma. En de Surinaamse Vereniging van Journalisten heeft gisteren haar 31-jarig bestaan herdacht. In dat kader heeft het bestuur een discussieavond georganiseerd met als thema journalisten en staatsmedia. De SVJ-voorzitter Vishmahani Thomas gaf aan dat deze discussieavond was georganiseerd omdat journalisten werkzaam bij de staatsmedia niet konden of wilden meedoen aan de boycott van de vicepresident na het incident met journalist Jason Pinas. Het doel van de avond was om de rol van journalisten die werkzaam zijn bij staatsmedia onder een vergrootglas te plaatsen. Het panel bestond uit Glenn Truideman, Ricardo Carot en Raoul Abisoina. Wij brengen u fragmenten van de avond. Veel mensen denken, of er zijn mensen die denken, dat niet kan, dat een journalist niet zou kunnen functioneren bij een staatsmedia. Ik heb zelf bij de SDBS ook gewerkt en bij de SRS. En ik vind dat. Oké, dat kan. En ik vind dat wel kan. Iedereen die is zijn omgeving, de mensen waarmee hij omgaat, waar hij geboren is enzovoort, dat is zijn referentiekader. Iedere journalist heeft dus een eigen referentiekader. Een journalist, twee journalisten zullen één geval op twee manieren kunnen verslaan. Een staking ergens, de zoon van een directeur die journalist is, zal dat iets anders verslaan dan de werknemer die ook journalist is, waar diezelfde staking. Dat hangt van je referentiekader af. Zie daar al het verschil. Het waren gewoon de laatste jaren, dan wel maanden, waarop het een beetje fout begon te gaan mis met die inmenging. En niet om zo zeer om die redactionele lijn hoor, meneer Pijk. We hadden, het is net wat Ivan zegt, journalisten zijn in het veld. En we gaven hen de ruimte om als je iets ziet. En wij proberen ook achtergrond te hebben, omdat we ook die mensenmaatschappijpagina, rubriek hadden. Dus daarom was die krant ook toen gevarieerder. Ik zeg niet dat het nu niet is, maar ik denk dat het door die opkomende media, want onze dreiging was ook, je kon niet meer focussen op een krant om die uit te geven. 'S morgens mensen kwamen de krant. Die internet begon al in zwang te komen, dus je moest dan gaan competen en de waardigheid was nog niet zo ver. Kijk, mijn basisprincipe, als directeur nu, wat wij hanteren, en dat is een understanding die wij als directie en zeker de raad hebben, is dat, kijk, nieuws brengen, nieuws maken, heeft een kader waarbinnen je moet opereren. Ja. Als je daar binnen blijft, mag het komen. Ik zeg, u als geïnterviewde of als journalist, verslaggever, u kent de voorwaarden. U gaat de item niet brengen bij de SCVS, waar u bijvoorbeeld komt zeggen dat, ik zeg het voor de forum, de president gek is. Ja. Of Amma in law. Okay. De SVJ-voorzitter kijkt terug op een geslaagde avond. Iedereen kon iets leren, want de journalisten hadden verschillende visies en denkwijzen, zegt Thomas. Ze geeft aan waarom het van belang was om deze discussieavond te organiseren. Ten eerste, het is 31 jaar SVJ, dus we kunnen niet onopgemerkt voorbij laten gaan. En het is een eerste activiteit van de SVJ als jong bestuur. En omdat er een onderwerp speelde onder staatsmedia, journalisten verbonden bij staatsmedia, er werd zelf aangegeven, ze zijn niet volwaardige journalisten of ze konden niet ondersteunen, moest deze discussie worden gehouden. Hoe kijkt het veld ernaar en naar? En er zijn heel goede argumenten naar buiten gekomen. Ook ik heb heel veel eruit geleerd van hey, hoe moeten we naar zaken kijken en hoe kan je inderdaad ondersteunen en hoe moeten we naar, hoe moet men in principe verder gaan wanneer het gaat om een boycotten.
En het onderscheid is ook duidelijk uitgelegd. Journalisten verbonden bij een staatsmedia zijn journalisten. En ze doen hetzelfde werk. En één ding wat zeker naar buiten zou komen, naar voren zou komen, is dat er mangel uit bij een particuliere of bij een staatsmedia. Er vindt nog altijd wel ingrijpingen plaats door eigenaren en er vindt nog altijd enige censuur. Of je mag bijvoorbeeld over een bepaald onderwerp niet schrijven of een verslag daarover doen. De SVJ-voorzitter gaf nog aan dat het nieuw bestuur zal werken naar evenementen die een terugkerend karakter hebben. Dit kan in de vorm van trainingen, workshops of discussieavonden. The sky is the limit, aldus Thomas. Henry Ory en Fidelia Grand Galong zijn vandaag beëdigd tot de nieuwe gevolmachtigde ambassadeurs in respectievelijk Frankrijk en Ghana. President Santokki gaf na de beëdiging aan dat de ambassadeurs de kracht van het Surinaamse volk vertegenwoordigen op hun standplaats. Het staatshoofd had voor de nieuwe ambassadeurs de volgende boodschap. Aan u de taak als ambassadeur van Suriname in Parijs om deze bijzondere relatie verder uit te breiden en uit te diepen. In dit kader kunnen onder meer mogelijkheden worden geïdentificeerd voor ondersteuning in zaken klimaatfinanciering, technologische ontwikkeling en het aantrekken van investeringen. U zult in het bijzonder op een proactieve manier moeten werken aan de bevordering van de vriendschappelijke betrekkingen tussen Suriname en Ghana. Voort zult u investerings- en handelsmogelijkheden van Suriname op diverse fora uitdragen, zodat die omgezet kunnen worden in ondersteuning voor het realiseren van de nationale ontwikkelingsdoelen. Naast het uitbreiden van de culturele banden, zult u zich ook moeten inzetten voor het uitbreiden van de samenwerking met Ghana. De ambassadeurs gaven aan dat ze hun ambassadeurstaken naar eer en geweten zullen uitvoeren. Ja, ik heb mijn opdracht begrepen. En ik zal het niet alleen doen, ik zal het samen doen met Suriname. Want als je daar bent, heb je Suriname het meest nodig. Alle ministers die hier zijn en die niet hier zijn, we hebben u nodig om het werk goed te doen en Suriname weer op de kaart te plaatsen waar wij het moeten plaatsen. In cultuur, economie, educatie, ook politiek internationaal. Want wij weten wat netwerken betekent. Uw opdracht is duidelijk. Ik wil twee belangrijke doelstellingen benadrukken. Verstevigen van de economische slagkracht van Suriname door enerzijds de Franse markt actief te bewerken met als doel de Surinaamse export naar Frankrijk te versterken, het ondernemen van Surinaamse bedrijven in Frankrijk te stimuleren en de Franse toeristen en investeringen naar Suriname aan te trekken. En anderzijds samen te werken met Franse partners op het vlak van wetenschap en innovatie. Henry Ory vertrekt medio februari naar zijn standplaats Frankrijk en Grand Galong gaat in de maand maart naar Ghana.